Er is een andere vrouw hier zo die mij was komen groeten. Ik heb haar net gevraagd of ik het mag vertellen. Ze heeft me gezegd ja, zij mag zelf beslissen of ze wil opstaan. Dat mag ze zelf weten. Zij is bij mij geweest ongeveer 4 weken geleden. Of een maand. Is het een maand ongeveer? Een maand. Een maand geleden is zij bij mij gekomen. Kunt u misschien naar voren komen alsjeblieft? Zij was ook een vrouw die met een stok, hele grote stok kwam. En ook zo'n vierpoot met haar zus. Geef haar een applaus alsjeblieft. Zij was bij mij in Aruba. Ze zei, oei Karen, ik ben zo blij om je te komen zien. En ze kwam met een stok. Ik zei, hoezo? Ze zei, ik heb je film gezien in Curaçao. Undia de Vida, de Puntje Castro alweer. Groet u de mensen. Ja. De naam de Olivia Maduro. Mevrouw Maduro kwam met haar zus, want dat is de wonder, niet van haar zelf. Maar zij, hoe lang liep hij met die stok? Vele jaren. Ze kwam met haar zus, heel mager en met een nog zwaardere stok. Ze zei, Karan, weet je, vandaag ben ik bij jou gekomen, want ik heb mijn zus meegenomen, zij woont in Aruba. Ik heb haar een cadeau gegeven. Ik zei, wat voor cadeau dan? Dat ze vandaag bij jou kan komen, ze is arm, ik ga de consultants betalen. En ik, mijn hart ging direct breken. En ze zei, weet je wat mijn cadeau voor jullie gaat zijn? Als jullie straks mijn kliniek verlaten, geen van jullie twee gaan met de stok. Die mag je weggooien. Is het zo gebeurd? Is het zo gebeurd? Ja. Haar zus heeft een tumor hier zo. Ik heb gezegd, hey, maar denk niet dat ik alle tumoren kan genezen, hè? Alleen als ik het beloof, ik zeg die tumor zal naar nul gaan. En haar haar is aan het groeien nu, klopt dat? Ja. Ze kan weer borden wassen, ze kan weer lopen zonder stok. Ik zeg, maar je moet je gymnastiek doen, anders ga je terugvallen. Dus ik heb haar van de week nog gezien, ze liep goed. Ze is bezig? Ja, met massage. Dus u ziet, twee mensen, twee zussen van de stok afgeholpen. Ik doe geen wonderen, het is God die het doet. Ik dank u voor uw komen. Ja. Zie, ik moet haar iets teruggeven. Ik moet haar een aanspraak geven. Oké. Hey. Je ziet, dus mijn lezingen kunnen 6 uur lang duren. Omdat hij zoveel dingen doet. Een dame vroeg me daarvan, u heeft ons niet verteld hoe je moet slapen. Dit slapen heeft te maken ook met energie. Heb je niet meegemaakt als je op kantoor bent en thuis, en iemand komt thuis en die zegt, tja, 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 tja. Als je weg is gegaan, je bent, wat moet je zo tegen zo iemand doen? Jezelf afsluiten. Hoe sluit je jezelf af? Voor mannen, zoals je op stoel zit, ga met je linkervoet over de rechter zitten. Mannen, u niet hè, je hebt geen dingetjes daar. Mannen, links over rechts, zet je handen zo, of zet je handen zo, je bent afgesloten op kantoor of thuis. Je bent afgesloten, die persoon kan je energie niet weghalen. Vrouwen, rechts over links, en zit zo of zit zo, je bent klaar. Niemand kan je wat doen. Hetzelfde geldt ook. Als je nou dag en nacht aan het werken bent, wat gebeurt met ons met het werken? Je moet weten dat God 1 dag verdeeld heeft in 24 uren. Dat betekent 8 uren werken, 8 uren ontspannen en 8 uren slapen. Dus werken, ontspannen, slapen. Als je 1 van die dingen te veel doet, dan raakt de balans uit evenwicht. Dan heb je problemen. Je hebt heel veel mensen die al achter de computer 12, 13 uur zitten en daarna zijn altijd moe, moe, moe. En die vermoeidheid zorgt ervoor dat je bezeten wordt, want de energie raakt op. Nou, hoe moet je die energie dan opladen? Wat is die energie? Ik heb je net verteld over de atoom. Wij zijn ook een grote atoom. We hebben een Noordpool en we hebben een Zuidpool. Onze accu is de solar plexus. Het is hier bij onze maag. Weet je, als we soms branderige maag hebben en dit hebben en dat hebben. Al die kilo's die wij eten, heb je die dikke vrouwen gezien in de stad? Wat verteert dat?
Wat verbrandt het eten dat die rijst en die kip daar niet allemaal heel eruit komen? Wat zet het om in die bruine massa? Dat is de levensenergie hierzo. Hij zit hier. Als die nog leeg gaat, hoe moet je dat opladen? Op diezelfde manier. Doe je handen maar op je ogen. En je kunt je ogen open doen in je handen. En je bent weer bij, je mag je lichaam weer schudden. 1, 2 en 3. Ik dank jullie.